It's been beaten up and used to move. Emma, je bent weer in Almelo en je bent hier vanavond aan het optreden. Hoe is het om hier te zijn en hier te mogen optreden? Ik vind het altijd weer superleuk om terug in Almelo te zijn. En ook hier dus met de Eendracht aan het optreden. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. Ja, want je bent nu met een hele grote band aan het optreden. En ja, is dat anders dan wat je normaal doet? Ik moet zeggen, ik treed inderdaad niet vaak op met orkest. Ik heb wel een eigen band, maar dit is toch een heel ander gevoel. Al die elementen die je normaal met de gewone band niet voor elkaar krijgt, die heb je hier dan wel op het podium. Ik vind het echt heel erg gaaf en ik merk ook dat zo'n orkest mij helemaal zo omhoog lift, waardoor ik zelf nog meer emotie en ja, gewoon durf te geven. Ja, want je zingt vanavond een heleboel nummers ook solo. En ja, welk nummer vind je nou zelf het allerleukste om te zingen, wat je vanavond dan van jouw repertoire? Het nummer wat ik vandaag het allerleukste vind om te zingen is misschien wel de disco medley, want daar kunnen we gewoon helemaal losgaan. Maar Door de Wind en Miracle vind ik ook echt heel erg mooi. Juist. En ja, wat zijn jouw, even snel vragen, wat zijn jouw toekomstplannen? Nou, ik ben zo'n 3 weken geleden afgestudeerd aan het conservatorium. Ik wil het allerliefst op zoveel mogelijk verschillende podia staan met mijn eigen band. Gewoon lekker liedjes zingen voor mensen. Dat is mijn uiteindelijke droom. En veel eigen liedjes schrijven. Dus veel aan mijn eigen repertoire werken. En zingen op het podium. En dat liedjes zelf schrijven, dat lukt ook steeds beter? Liedjes zelf schrijven lukt ook steeds beter. Was eerst een beetje mijn angst, maar ik begin er steeds meer in te rollen. En volgende week komt er ook een liedje van me uit. Dus daar kan iedereen weer naar uitkijken. Emma, heel veel succes nog vanavond. Dankjewel.